Welkom bij Hunke Müller. Vandaag zijn we op het hoofdkantoor. We zijn nu onderweg naar Saskia. Zij is onze hoofddesign. Zij gaat ons insight informatie geven over de collectie die we gaan tonen op de Amsterdam International Fashion Week. We hebben een aantal moods daarvoor ontwikkeld. Want daar beginnen we meestal mee met de beelden te verzamelen. Dat heet Rich Organics. Dat heeft zijn naam te danken met name door het kleurenpalet wat we hier gekozen hebben. Dat gaat van een zalmachtige toon naar cognac en hele donkere briek en donkerbruin tonen. We maken gebruik van satijnkwaliteiten die glans heel erg naar voren kunnen brengen. En af en toe ook weer het sparkling effect zoals je hier op die nagellak terug ziet komen. Dat hebben we ook verwerkt in de collectie. Hier gaan we naar de designpagina. We hebben eigenlijk is de hele groep met satijn uitgewerkt. Hier in een unikwaliteit, hier ook in een unikwaliteit en hier met een print. Die zal ik even laten zien. Een soort camouflageachtige print geworden, maar heel erg mooi in die warme dieptetonen. En als je aan de achterkant ziet, dan hebben we nog een speciaal rugdetail verwerkt. Daarnaast hebben we deze, die ook in dit verhaal thuis hoort. Prachtige kleur, dat cognac met die satijn komt dus heel erg mooi uit. En zeker met het contrast met dat ivoorkleurige kant erin verwerkt. Het derde verhaal hebben we genoemd Eccentric Luxury. Dat gaat ook weer over die enorme rijkdom en dat hele theatrale wat je hier goed in deze foto weergegeven ziet. Alleen al met haar hele donkere make-up en die veren toestanden die ze aan heeft. Ook hier weer warme tonen, maar dan meer de wijnkleuren van aubergine en de paarse en de mauve kleuren. Een van de dingen die heel erg belangrijk zijn, die terugkomen in dit silhouet, is shapewear. We hebben daar enorm veel aandacht aan besteed, omdat we het heel erg belangrijk vinden en het echt een trend is om shapewear op een nieuwe, moderne manier neer te kunnen zetten. Dus het is echt geen enkel vergelijk met hoe shapewear er vroeger uitzag. Dat komt ook omdat we materialen kunnen gebruiken die heel erg zacht zijn, super elastisch, maar toch voor dat comfort zorgen wat nu eenmaal nodig is voor shapewear. Hier zie je dan hoe dat geworden is. Het is inderdaad een hoge broek, omdat dat natuurlijk het comfortgedeelte is. En daarbij hebben we dan deze BH gemaakt. Dus dan heb je toch een heel mooi geheel. Dit is het laatste verhaal waar ik jullie iets van over kan gaan vertellen. We hebben het Bronze Beauty genoemd. Het is heel erg luxe, heel erg over de top. Het worden hele mooie ontwerpen. We zijn er nog volop mee bezig, dus daar kan ik eigenlijk nog niks van laten zien. Ik heb wel een aantal stofjes die ik misschien kan showen. Hier zie je bijvoorbeeld heel mooi hoe dat in een kant verwerkt is. Dat glansgaren, dat lurexgaren zoals we dat noemen. En wat voor een enorme luxe uitstraling zorgt. Een van de dingen is dat we werken met tulle. Daar zitten allemaal kleine steentjes opgenaaid. Een hele mooie kipure embleem. En aan de achterkant een prachtig detail. Ook weer met dat hele mooie kant. Meer kan ik jullie helaas niet laten zien op dit moment. Maar de gehele collectie wordt getoond op de Amsterdam International Fashion Week. En dat is zondag 30 januari. Dus wie weet tot dan.